We zijn afgereisd naar Nieuw-West, Slotervaart en dit is het geheel vernieuwde Staalmanplein. Nu al wereldberoemd vanwege de grootste beer van Nederland, Europa, de wereld. Nou, de afgelopen jaren is hier enorm verbouwd. Er zijn hier niet alleen nieuwe woningen gekomen, maar er zijn hier ook dingen gekomen die er vroeger niet waren. Zoals een school, moskee, bedrijfsruimtes en dit prachtige park. Ja, wij zijn hier in 1974 komen wonen en toen was het een echte middenstandsbuurt. Je moest dus een beetje goed gesitueerd zijn. Dan kreeg je een woning op de Plesmalaan. En de middenstand die woonde hier eigenlijk daartussen. En het was een uitgezocht gezelschap. En dat is dus wel gewijzigd. Op een bepaald moment kreeg je dus het probleem van de discriminatie. Hè? Bij onze woningbouwvereniging waar ik dus werkte, werd het ingesteld. Er mocht niet meer gediscrimineerd worden. En iedereen moest daarin komen wonen. En we hebben zoveel mogelijk nog getracht om dat dus te mengen. Dat is niet helemaal gelukt. Vandaar dat je dus op een bepaald moment toch wel een stukje ghetto kreeg. En dat is nu in de nieuwe wijk, proberen we dat dus wat op te vijzelen. Anne en Lisette, we staan hier in het hart van Staalman Pleinbuurt. Ja. Anne, jij bent van de Stadsdeel. Klopt. Wat is nou de oorspronkelijke doelstelling van de plannen? Nou ja, de Staalman Pleinbuurt was voor de vernieuwing een hele eenzijdige buurt. Eenzijdig woningaanbod. De openbare ruimte was sleet, de woningen waren sleet. We hebben op een gegeven moment gezegd, dat moet vernieuwd worden. Op meerdere niveaus, dus zowel op sociaal, fysiek als economisch gebied. En een belangrijke doelstelling in de vernieuwing is meer diversiteit. Dus we hebben gezegd, als wij die nieuwe woningen gaan bouwen, dan moeten dat niet alleen maar meer sociale huurappartementen zijn, maar dan moeten we ook koopwoningen, eengezinswoningen, meer bedrijvigheid, gelegenheid om te werken en vooral ook voorzieningen in de buurt brengen. Ja. Zodat het meer een mix wordt. Lisette, jij bent van de Alliantie. Ja. Jullie zijn daar helemaal ingestapt als corporatie met heel veel geïnvesteerd. Waarom? Nou, als eigenaar van het gebied, alle woningen zijn eigenlijk bij ons in bezit. En wij hebben heel erg groot belang eigenlijk in dit gebied. En wij zagen, wat Anne ook zegt, dat bewoners hier niet meer kwamen wonen omdat ze hier wilden wonen. Maar ja, omdat hier ruimte was om te wonen. En mensen waren niet meer erg, ja, ze wilden weg. Als ze weg konden, gingen ze weg. En ja, dat is niet goed voor een buurt. Dus dat was voor ons wel een belangrijke reden om te zeggen, hier moet iets gebeuren. De buurtbewoners hebben je enorm erbij betrokken. Hoe is dat gegaan? Ja, absoluut. Want ja, de bewoners zelf voelden zich ook niet prettig in deze buurt. En zij gaven dat ook bij ons aan, bij het Stadsdeel ook aan, van hier moet wat gebeuren. Want wij zien de buurt verder achteruit gaan. Dus Stadsdeel en Alliantie, doe wat. We hebben een kopgroep hebben gevormd. Dat is een actieve groep met bewoners die echt vanaf het begin hebben meegedacht met de hele stedelijke vernieuwing, de herstructurering van de wijk. En bovendien hebben we daarnaast nog allerlei sessies gehouden. Dus we hebben hier, maar niet hier in het park, maar hebben in de binnentuinen hebben we gezeten met droomgroepen om bewoners te betrekken. Dus ja, bewoners zijn echt intensief betrokken. Ik zeg, want wij hebben dus in de buurt wel dus een bepaald voornemen dat die tuinen, het groen, behouden blijft. Want er zijn de westelijke tuinsteden. En als je dus naar Oostdorp kijkt, daar hebben ze dus alles plat gegooid. Er staat een speeltuin met één boom. Zeg, dat willen we voorkomen. Oh. Nou, daar zijn we dus vanuit gegaan. En dan zijn we met een stedenbouwkundig plan gaan maken. En vanuitgaande dat die tuinen bewaard blijven. Maar het park, dat is wel heel bijzonder eigenlijk, zeggen we, beste buurtbewoners, wat willen jullie straks in dat park zien? Dus kinderen van de school en van de middelbare school daar, die hebben toen bedacht, nou, als wij een park zouden maken, dan moet dit erin en dit erin en dit erin. En dat heeft onze ontwerper later vertaald naar een parkontwerp. Het meeste wat hier eigenlijk wordt gebruikt door de buurt is het voetbalveld en de kabelbaan. De kabelbaan is waar kinderen elke dag op zitten. Het voetbalveld is altijd gezellig, oudere jongens. De jongens van mijn leeftijd, kleinkinderen, is altijd een leuke bezigheid hier zo. Het is altijd gezellig. Hier buiten is meer de ontmoetingsplek voor jullie allemaal? Ja, zo'n beetje wel. Ja. Als de zon geweer is, dan zijn ze hier misschien vanaf 1 uur, 12 uur de hele tijd bezig tot en met laat 9 uur. Dames, we staan inmiddels aan de andere kant van het plein. Hier achter ons, dat heet de parade. Anne, vertel eens, wat is de bedoeling hiervan? Ja, dit is de parade. Dat is een van de eerste delen van de Staalmanpleinbuurt die hier eigenlijk is gebouwd. Hè. Vroeger was hier
niks, een brakenliggend terrein vlak voor de vernieuwing. Dus dat bouwde lekker makkelijk. En het idee hierachter is, je ziet veel hoogbouw, veel verdichting. En dit is eigenlijk het enige deel van de Staalmanpleinbuurt dat we aanduiden als stedelijk. Ja. Dus je kunt je voorstellen, deze straat die we hier zien, dat is de Otto Helderingstraat. Dat is eigenlijk een beetje de grens tussen het stedelijke gedeelte van deze bebouwing en de bebouwing achter het spoor. En hier aan deze kant van de buurt een meer groenstedelijk milieu met wat lagere bebouwing en wat ruimere opzet inderdaad. Ja. De Alliantie heeft dit dus allemaal gebouwd. Verkoopt het een beetje? Ja, het is al een tijdje opgeleverd. In 2009 is het opgeleverd. Alles is inmiddels verkocht. Nou, hier vind je best wat menging inderdaad. Sowieso qua woningtypes. Hè. Sociale huurwoningen, wibo-woningen, marktwoningen, appartementen en gezinswoningen. Maar ook bedrijfsruimtes in de plint. En natuurlijk het zorggebouw. We zitten hier heerlijk. Een prachtige woning, je ziet het. Een prachtig uitzicht hebben we hier. We kijken naar Schiphol, Amsterdamse bos aan deze kant. Een Schipholbuurt. We kijken naar Zandvoort. Het is goed kijken, de watertoren van Zandvoort zien. We hebben 2 liften. Eén voor de goederen, één. Mijn vrouw zei van de geintjes. We gaan er staande in en we gaan er liggend uit. Hè? Dat is de opzet. Maar het is heerlijk om te wonen hier. We hebben 2 toiletten. Vloerverwarming erin. Ah, het is ideaal. Het is ideaal. Coco's Keuken aan het Staalmanpark. Volgende week open. Coco's Keuken, het wijkrestaurant voor de buurt. Waar je lekker, gezond en goedkoop kunt eten. Met de bedoeling dat de hele wijk gebruik gaat maken van dit fantastische restaurant. Coco's Keuken, een samenwerking tussen Combiwel en Cordaan. Met medewerking van het ROC van Amsterdam. Ik zou zeggen, de hele buurt, kom hier naartoe. Eigenlijk bij de start van de stedelijke vernieuwing hebben we gezegd, het gaat niet alleen over stenen. Het gaat juist ook over mensen en hoe voelen mensen zich wel in hun wijk. En een wijkrestaurant heeft een hele sociale functie. Mensen kunnen elkaar daar treffen. Maar mensen kunnen ook een opleidingsplek krijgen. Ze kunnen hier leren. Dus ze kunnen ook in dat opzicht een stapje maken richting arbeidsmarkt. Hierachter is dan het hart van de Staalmanplein. Is het, hoe zit dat in elkaar? Het hart heeft een eigen stedenbouwkundig plan. Wat erg gericht was op openheid. En een verbinding leggen tussen het openbaar gebied en de stedelijke massa. En dat zie je eigenlijk hier ook terug. De huizen hebben bijna ook geen voor- en achterkanten. Maar alles is openbaar. Dat zullen jullie straks ook wel zien als we er doorheen gaan. Dus het heeft echt weer een ander stedenbouwkundig concept achter zitten. Nou, in het hart woont van alles. Er zijn voornamelijk appartementen, maisonettes die hier gebouwd zijn. En er wonen kopers, huurders, vrijsectorhuurders. Maar er zit ook een school in, er is een moskee, er zijn bedrijfsontroerend goedruimtes. Dus het is een heel gemengd complex met parkeergarage. Dus je zou kunnen zeggen dat is wel de achterkant, maar het heeft ook echt wel een opening naar buiten toe. Dat zie je ook met name daar bij dat pleintje. Daar zie je ook tuinen en mensen worden echt uitgenodigd om naar binnen te treden. Nou, hier is de moskee, een plein voor het moskee, juist ook om mensen een gelegenheid te geven om hier elkaar ook te treffen. Je gaat wel naar de moskee hier? Ja, de moskee hier, ik zeg eerlijk, dat is het mooiste van mij wat hier is gekomen. Als ik tegen zit, dan kan ik daar gewoon ademen. Dan ben ik daar vrij. Daar is alles om me heen wat ik moet weten. Daar zijn mensen die aardig genoeg zijn om te helpen met het probleem. Er was behoefte aan een gebedshuis. Dus we hebben gezegd, dat gaan we bouwen. Maar dan wel eentje die helemaal geïntegreerd is in de nieuwbouw. En wij vinden het persoonlijk goed gelukt. Ja, ja, ja. En wij ook. Ja. Maar dames, er is een crisis, dus hoe gaat dat met die vernieuwing? Gaat dat nog door? Ja, we gaan door. We zijn wel kritisch hoe we doorgaan, maar we gaan door. We bouwen sociale huurwoningen, koopwoningen en nu ook kluswoningen. Ja.
We staan hier voor de kluswoningen van de Klarenstraat. Die worden aangeboden door de Alliantie. Het is een 50-jarige flat die gestript is. En die worden verkocht aan mensen die zelf dat willen verbouwen. En dat betekent dat je kan indelen zoals je wil. Je kan 2 woningen kopen, 1,5 woning kopen. Voor mij koop je er 3. En dan kan je ze zelf verbouwen. Vormgeven op de manier waarop je zelf wilt. We proberen het hier uit. En als dit goed gaat, hoop ik dat we nog veel meer van dit soort woningen kunnen aanbieden in Nieuw-West. Zo gaat het eruit zien. Op alle mogelijke manieren kan je het combineren. Mevrouw Wilbers, u bent van de Alliantie. Een enorm ambitieniveau is hier gehaald bij het Stamelplein. Hier zijn ze nog bezig met slopen, dat gaan jullie ook doen. Maar de crisis, hoe gaat die vernieuwing nou door? We hebben absoluut ook te maken met de crisis. En net als andere partijen moet je heel kritisch kijken als je minder investeringscapaciteit hebt wat je gaat doen. Daarbij staat Nieuw-West wel echt bovenaan. En zeker hier, we zijn hier aan iets begonnen en dat willen we op een goede manier afmaken. Ja. En hoe ga je dat doen? Gaat het braak blijven of gaat dit hier door? Het gaat absoluut niet braak blijven. Hè. Dat is een spookbeeld, een braakliggend terrein. We gaan hier mooie nieuwe woningen bouwen. In allerlei verschillende soorten. Dus naast de kluswoningen die daarachter komen, gaan we hier gewoon absoluut door. Thank you.